In de zoektocht naar talent heeft PSV beslag weten te leggen op deze Erik Pieters. Talentvolle linkervleugelverdediger van FC Utrecht. Hij tekent een contract in Eindhoven voor de komende jaren. En hij is voor een aantal PSV'ers een bekende. Want hij speelt in de Olympische selectie. Onder meer samen met Otman Bakkal, met Dirk Marcellus en met Ismail Aissati. Erik Pieters heeft ontzettend veel zin en heeft een goed gevoel bij PSV. Ja, goed gevoel. Ik denk dat het sowieso voor mij persoonlijk een hele mooie stap is in mijn carrière. Ik heb al een gesprek gehad met de trainer en ik heb een goed gevoel, absoluut. Ja. Jouw carrière gaat toch wel verbazend snel, hè? Want zo lang speel je nog geen betaald voetbal. Ik heb nu net 2 jaar erop zitten en eigenlijk heb ik pas 1,5 seizoen echt gespeeld. Ja. Verbaas je je er zelf over? Ja, als je gewoon even thuis zit en even terug gaat denken van hoe lang je speelt en wat je speelt allemaal. Dan is het, gaat het heel snel met me, absoluut. Ja. Heb je het gevoel dat je de stap al aan kunt? Utrecht naar PSV, ik bedoel, het is toch weer een stap hoger? Ja, of je het gevoel, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Je moet altijd maar kijken hoe goed je in een groep valt of wat het systeem bij je past allemaal. Persoonlijk, ja, ik heb er wel zin in, absoluut. En ik ga gewoon mijn best doen en kijken of het allemaal gaat kloppen. Ja. Nou, jij bent een echte linkerverdediger, een echte linksback. Nou, mijn voorkeur gaat uit naar het centrum. Maar linksback bevalt me op dit moment goed. En, ook bij Jong Oranje speel ik het, dus de kansen liggen er zeker. Absoluut. Beschrijf jezelf eens als voetballer? Beschrijf mezelf als voetballer. Dat vind ik altijd de moeilijkste vraag die er is. Gewoon. Daarom stel ik hem ook. Ja, okay. Ik ben gewoon een speler die altijd uitgaat eerst van mijn verdedigende kwaliteit of verdedigende taak. En vanuit daaruit wil ik gewoon graag mee voetballen met de rest. Aanvallend spel laten zien. Dat vind ik gewoon heel fijn, absoluut. Ja. Je bent ook wel zo'n back die graag opkomt over links. Ja, dat heb ik geleerd afgelopen jaar natuurlijk van Hanegem. En bij Fouk heb ik het verdedigen echt geleerd. Bij Hanegem lag er meer de nadruk op aanvallen. En, het bevalt me goed, absoluut. Ja. Heb je van de week nog als speler van de FC Utrecht de bekerloting verricht? Je hebt het gepresteerd om PSV aan Jong PSV te koppelen. Daar zullen ze je dankbaar voor zijn. Ja, ik vind toch wel dat ik aardig goed in ben, moet ik zeggen. Ik weet zeker dat PSV doorgaat in ieder geval. Nee, maar ja, je kan niks aan doen. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een aardig iets als je in zo'n bak die je amper kan draaien met ballen. Dat je Ajax, Utrecht tegen een Jong PSV. Maar het zei zo, dus het is niet anders. Bij wie wil je meespelen? PSV of Jong PSV? PSV natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Hey, jij zit ook nog in de planning om eventueel mee te gaan naar de Olympische Spelen. Is dat vervelend, omdat je daarmee best een groot gedeelte van de voorbereiding voor PSV mist? Ja, klopt. Ik zit absoluut nog... De kans dat ik meega, die is absoluut aanwezig. Maar ja, ik heb natuurlijk geluk dat op maandag dat ik een weekje kan meetrainen. Dat zou dan gewoon heel fijn zijn dat je iedereen leert kennen. En dan, vanuit daaruit is het dan op zich minder erg dan dat je dan weggaat eigenlijk. Ja, je mist alle oefenwedstrijden, daar heb je het met Stevens over gehad. Nee, ik heb nog niet echt concreet over gehad. Maar de selectie is nog niet bekend natuurlijk. Dus vanuit daaruit denk ik wel dat... En dat je wat te horen krijgt. Ja, maar goed, ervan uitgaan dat jij mee naar Peking gaat, dan mis je inderdaad alle oefenwedstrijden. Dan mis je alle oefenwedstrijden, ja. Dat is, is heel jammer, absoluut. Maar Peking is een af en toe ook weer apart natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Dan moet je daarna dat zaakje maar weer bijtrekken. Ja, inderdaad. Maar als ik mocht kiezen tussen Peking, Olympische Spelen of PSV helemaal meedraaien, denk ik toch dat ik voor Olympische Spelen kies. Ja. Omdat het toch een ervaring is die weinig voetballers hebben eigenlijk. En daarna het vizier op PSV, want we gaan er even vanuit dat je mee naar Peking gaat. Champions League spelen, ook alweer wat nieuws voor je? Ja, zeker. Zeker een stap hoger. Een stap hoger dan Utrecht een paar keer in de Toto gespeeld. En dan niet geplaatst voor de UEFA Cup helaas. Alleen 2 wedstrijden in de Toto gespeeld uit en thuis. En die wedstrijd heb ik zelf eigenlijk niet echt volledig meegespeeld. Omdat ik nog terugkwam van het EK toen. Dus zeker een paar niveautjes hoger, absoluut. Je hebt er zin in? Ja, absoluut.